Dit is een musical spreekbeurt van Emily Salvia. Pak snel pen en papier, want ik ga jullie host iets belangrijks leren. Kiwi, ben je er klaar voor? Let's go! Ik doe een spreekbeurt over de schildpad. Met plastic in de zee heb ik het helemaal gehad. Ieder jaar leggen duizenden het loodje. Merk je niet aan mee? Je bent geen idiootje. Afval scheiden heeft voor jou misschien geen waarde. Maar denk eens aan de alleroudste dieren hier op aarde. Het voelt of de mens zijn interesse in het dier verloren. Daarom stel ik ze opnieuw aan jullie voor. Water, moeras, op het land. Mama schildpad begraaft haar eitjes op het strand. De kiddo's kruipen langzaam uit een ei. Net na de zomer is hier voor het jaar de tijd. De schildpad in de zee is die vraag juist wel vlug. Het dier draait haar schilder, buik en rug. Ze worden soms wel 150 jaar oud. Warm, bloedig, weet ook echt wel koud. Water, moeras, op het land. Mama schildpad begraaft haar eitjes op het strand. De kiddo's kruipen langzaam uit een ei. Net na de zomer is hier voor het jaar de tijd. De schildpad in de zee is die vraag juist wel vlug. Het dier draait haar schilder, buik en rug. Ze worden soms wel 150 jaar oud. Warm, bloedig, weet ook echt wel koud. Help die schildpad, want er scheelt wat. 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 We zijn al lekker bezig, nu tijd voor hoofdstuk 2. Soms vind je dieren in de soep als een diner. Ook willen mensen hun schild weer aan de muur. Gedood voor hebzucht, dat is pas zuur. Nu vraag je je af, hoe kan ik hem beschermen? Duurzaam en bewust, dat zijn goede termen. Een hoop informatie, hopelijk komt er binnen. Verandering moet bij jezelf beginnen. Water, moeras, op het land. Mama schildpad begraaft haar eitjes op het strand. De kiddo's kruipen langzaam uit een ei. Net na de zomer is hier voor het jaar getij. De schildpad in de zee is die traagjaar zo pleur. Het dier draait haar schilder, buik en rug. Ze worden soms wel 150 jaar oud. Warm, bloedig, nee toch echt wel koud. Water, moeras, op het land. Mama schildpad begraaft haar eitjes op het strand. De kiddo's kruipen langzaam uit een ei. Net na de zomer is hier voor het jaar getij. De schildpad in de zee is die traagjaar zo vlug. Het dier draait haar schilder, een buik en rug. Ze worden soms wel 150 jaar oud. Warm, bloedig, nee toch echt wel koud. Help de schildpad, want er scheelt wat. 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 Dit was mijn spreekbeurt. Ook. Zijn er nog vragen? Party van Emily Salvia. Ik ben Liza Salvia en welkom. Vandaag gaan we dus de t-shirts releasen. Emily Salvia komt zo naar deze kant van de studio en ik ga zo dadelijk met Lynn bellen en zij heeft de t-shirts ontworpen en ik ben heel erg benieuwd waarom ze heeft ontworpen, hoe ze heeft ontworpen en ja, eigenlijk alles erover, want ze zijn echt fantastisch. We gaan dan zo dadelijk ook nog met z'n allen gaan we zo aftellen. Maar nu ga ik eerst even met Lynn bellen. Hey Lynn,
welkom bij deze presentatie van de t-shirts. Leuk dat je er ook even bij bent. Ja, hartstikke leuk dat ik erbij mag zijn. Jij hebt de illustratie gemaakt, hè? Ja, oh ja. Ik vind het zo heel leuk. Vet. Oh, dank je. Kun je wat meer over vertellen? Ja, ik heb die illustratie gemaakt voor een project waar ik er bij mijn minor mee bezig was geweest. Samen met een paar andere projectgenoten. En nou ja, we hadden dus Emily Salvia als ons idealist, als onze, zou ik zeggen, held genomen. Als onze inspiratiebron. En daarop heb ik dus een illustratie gemaakt. Gebaseerd op Emily Salvia eigenlijk. Dus onder andere staat Emily Salvia, voor mij tenminste, voor de imperfecties te laten zien. Dat ze ook heel erg mooi kunnen zijn en dat je jezelf kan zijn. En daarom had ik dus voor de illustratie een spleetje gemaakt. Zijn mond met een spleetje tussen zijn tanden gemaakt. En dat ze hem een beetje laten shinen. Dus, het iconisch spleetje van Emily Salvia. Ja. En waar komt jouw stijl vandaan en hoe omschrijf je jouw eigen stijl? Mijn stijl zelf is wel een beetje onderzoekend. Ik probeer altijd eerst tekeningen te maken, schetsen en beelden te vinden. Dus ik hou er heel erg van om dus heel erg kleurrijk te werken. Dus dat probeer ik dan in mijn illustraties te doen met veel kleurvlakken. Dat is een goede match met Emily. Ja, helemaal, vind ik ook. En dus ik hoorde dat jij ook in de videoclip van Smoothie zat. Ja, daar zat ik ook in. Iconic. Maar hoe is het dan om met Emily Salvia te werken? Oh, hartstikke leuk. Echt hartstikke leuk. Ik vind, ik word gewoon, als ik ook de video's terugzie, ik ben ook zelf bezig bij een van zijn optredens geweest. Mm-hmm. Ja, ik begin dan gewoon te glimlachen, want ik word er gewoon heel erg blij en vrolijk van. En wat zij uitstraalt, vind ik, ik weet niet. Ik krijg altijd dus een glimlach van mijn gezicht en ik vind het echt een geweldig persoon. Nice. Dan had ik nog een vraag voor je over de t-shirts. Waarom moeten mensen de t-shirts kopen? Waarom niet? zou ik zeggen. Wat is voor jou een beetje de betekenis erachter? Wat voor mij de betekenis erachter? Voor als mensen het dragen dan? Voor als mensen het dragen. Je support natuurlijk Emily Salvia. En, en het staat ook eigenlijk een beetje voor de boodschap te geven van wees jezelf, uit jezelf. Eigenlijk waarvoor Emily Salvia eigenlijk staat. Nice. Van wees jezelf, laat jezelf zien, shinen. Tof, tof. Ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Nee, dat waren eigenlijk gewoon mijn expliciete vragen verder. Okay. En ben jij nog van plan om misschien nog een t-shirt voor Emily Salvia te gaan ontwerpen? Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja. Ik zit ook te kijken. Dus, Emily. Ik zie een blij gezicht. Nou, dan ga ik het nu lekker afronden. Dankjewel. En superleuk dat ik een medezeeuw heb hier. Ja, leuk. Altijd leuk om zeeuwen te hebben. Tot de volgende keer. Ja, sowieso tot de volgende keer. Heel veel liefs. Bye bye. Doei. Nou, we zijn net klaar met bellen met Lin. En ik heb Lin zelf nog niet ontmoet, maar dat komt wel goed. En dan is het nu tijd voor onze superster. Onze hitjesmagnaat. Pesto, kiwi's, noem het maar op. Hier is ze dan, Emily Salvia. Ja! Ja, mag ik er nu wel bij komen zitten? Ja, dan mag ik er bij komen zitten. Oh, hoi! Hallo! Hoe is het met je? Ja, het gaat wel goed. Ja, ik dacht het al. Je hebt nu een t-shirtlijn. Hoe kom je daarop? Ja, hoe kwam dat? Ja, ik werd een keer wakker en ik dacht van, hé, dat we dat doen. Nee.
Ja, ik hou heel erg van mezelf uitdagen, dat weet je ook wel. Yeah. Als ik het gevoel heb dat ik iets kan, dan denk ik van oké, next. En ik dacht, wat ligt er nou echt nog buiten mijn comfortzone? En ik dacht van, oh, misschien moet ik iets gaan proberen te verkopen of zo. Ook omdat ik totaal niet commercieel ben van mezelf, leek het me een hele goede uitdaging om zoiets te gaan proberen. Het is een t-shirt. En hoe ben jij met Lynn in contact gekomen? Lynn is een oude klasgenoot van mij, van de Kunstacademie. Die studeert nu illustratie. En nou ja, zoals ze net al verteld heeft, heeft ze dus afgelopen jaar een project over mij gedaan. Want ze waren op zoek naar een activist. En toen dachten ze van nou, dan gaan we voor die van Salvia, want ja, wie anders? Die spleten ze het anders zeker doen. Ja. Dus zo ben ik met haar in contact gekomen. Je hebt eigenlijk al heel lang vrienden, dus shout-out. Oh, maar dat is wel mooi. En waar staat voor jou het t-shirt echt specifiek voor? Ja, nee, dat vond ik wel belangrijk ook. Dat het niet zeg maar was van, oh, fanshirt, want ik heb zoveel fans. Mm-hmm. Want ja, ik ben blij als ze alle drie kijken vanavond. Hoi luxe mam. Hoi mijn mam. Hoi iedereen's mam. Oh my god. Nee, maar... ja, daar ben ik heel van afgevallen. Nee, mijn shirts staan eigenlijk voor diversiteit en inclusiviteit. Dat vind ik heel belangrijk. Dat probeer ik uit te stralen in drag. Van, je hoort erbij, je bent de prei. Kan allemaal. Maar ik wil eigenlijk laten zien dat als jij dit shirt draagt, dan zeg je eigenlijk tegen de wereld van, fuck it, misschien zit mijn haar vandaag niet. Misschien heb ik een kilootje te veel. Misschien komt mijn huidskleur niet overeen met de maatschappelijke norm. Misschien gedraag ik me niet zoals van mij verwacht wordt. Maar met dit shirt laat je eigenlijk zien van, fuck it. Net als wat ik met mijn drag probeer, zeg maar. Gewoon... Fuck it. Ja, ik wil niet mooi zijn in drag, obviously. Mijn drag is een soort middelvinger naar de maatschappij. Maar ook een soort van... Ja? Yeah. Koesterende middelvinger. Voor de underdog, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat kan echt niet. Een koesterende middelvinger. Mijn drag is een koesterende middelvinger. Deze moet je onthouden. Dit wordt het nieuwe t-shirt. Oh, wat erg. Nou, we hebben dus ook al een shootdag gehad. Ja, en klopt. Daar zijn beelden van. Oh, gaan we naar de backstage beelden kijken? Ja, als jij dat wil. Anders doen we het niet. Nou, jouw feestje. Vooruit. Let's go. Begint hij nog? Ik denk het, I know. Ik heb heel veel nieuwe mensen weer leren kennen en ja. We hebben echt ook leuke modellen gehad, heel divers, maar ook gewoon allemaal heel lief. Ja, even shout-out naar Teun, Zenzi en Mandy. En natuurlijk naar Randa, die ons met de beelden heeft geholpen, die gefilmd heeft, die geëdit heeft. De commercial die jullie zo gaan zien, die komt hierna, denk ik. Die komt hierna. Daar gaan jullie straks naar kijken. Ja, dus echt dikke shout-out naar die mensen, want zonder hun en zonder jou had ik het echt niet kunnen doen. Dankjewel, Lee. Jij bedankt. Ben jij bedankt? Jij bedankt. Ben ik bedankt? Oh, I just found myself. Maar ik had dus nog een vraag. Hoe is verder het proces gegaan? Want it was a little bumpy road, I guess. It's always a bumpy road, in that's right. That's a fact. Ja. Nee, ik had het een beetje onderschat. Want het is natuurlijk een investering die je maakt. Je moet eerst geld insteken voordat je het hopelijk gaat verkopen. Dus let's pray. Maar het was allemaal heel krap gepland.
En de chefs kwamen binnen net op tijd. En toen waren ze dus verkeerd gedrukt. Waardoor we de draaidag uit hebben moeten stellen. Ja, uiteindelijk super chill. Want die dag dat we eigenlijk zouden filmen, regende het. En nu hadden we echt heel mooi weer. Dus ja, alles weer met een reden, denk ik. Maar dat was even stressvol. En ja, gewoon het hele geregel. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus dat was echt, zoals ik al zei, echt out of my comfortzone. Weer eens wat nieuws, ja toch? Ja, maar ik vond vooral de draaidag van de backstage beelden waar we net hebben gekeken. Want naast de video die straks wordt laten zien, hebben we ook foto's gemaakt. Die ook vanavond online komen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja. Ik heb ze wel gezien dat ze gemaakt zijn, maar nog niet het resultaat. Oh, ja, maar dat vond ik ook zo leuk. Kijk, natuurlijk is drag echt een hele grote passie voor mij. Maar ook fotografie en film is een hele grote passie. En ik vond het heel tof dat... Ook al gaat het om een t-shirt lijn, dat dat allemaal een soort van samen kon komen. En je kan het allemaal ook zelf. Ja, ja, ik heb zelf de foto's gemaakt. En ja, shout-out naar Randa nogmaals voor het assisteren en het filmen. Maar het was gewoon zo'n tof proces. Dus ik ben heel blij hoe het gegaan is. Ook al hoe het allemaal gaat lopen nu. Ik ben ook heel erg trots op jou. Ja. Want het in een hele korte periode is het tot stand gekomen. Oh my god. Echt. Dat is altijd met Emily. Het gaat allemaal. Ja, het is wel zo. Het is altijd van idee. Oké, laten we het doen. Oh, 3 weken later. Oh, oké, het staat er. Oh, het is eigenlijk best wel leuk. Mensen die het kijken denken ook echt van: what the fuck? Je had een paar weken geleden weer Simon. Nu ga je een shirtlijn. Wat denk jij? Nou, multitalent. Gewoon multitalent. Oh. Maar ja, we moeten zelf vieren natuurlijk. Hè. Maar wat ik dan ook belangrijk vind. Wat vind ik dan belangrijk? Van wat voor materialen is het t-shirt gemaakt? Oh, goed dat je het zegt. Zou ik bijna vergeten. Want wat ik natuurlijk belangrijk vind, is dat het shuf natuurlijk niet milieuschadelijk is. Dus Miss daarom, Earth vibes. Maar echt, ik bedoel, red de schildpad. Dus het is organisch katoen. Dus katoen wat niet behandeld is met niet-organische middelen. Mm-hmm. Dus geen kunstmest en dat soort spullen die echt heel erg schadelijk zijn voor het milieu. En wat ik ook heel belangrijk vond, was dat iedereen mijn shirt kan dragen. Vaak gaan t-shirt maten ja, echt tot XL of zo. Ja. Nou, deze gaan tot XXL. En nice. Ze vallen echt wel groot. Dus ja. I can wear it like a dress. Ja, je kan erin kamperen, denk ik, als je zo wil. Maar nee, ik vind het belangrijk dat iedereen het shirt kan dragen. En daarom is het ook unisex. Ik wil er niet. Het zou heel krom zijn als ik een shirtlijn uitspringen waarbij je moet kiezen tussen een man- of een vrouwenshirt. Waar je een labeltje op gaat plakken. Ja, precies. Labels zijn voor kleren en niet voor mensen. En ook niet voor jou. Ook niet voor mijn kleren. Voor nee. Kleren. Nee. Oh. Nou. Zullen we dan maar zo naar de commercial gaan kijken? Ja, zullen we alsjeblieft die fles drank oh opmaken god. Die al heel ja. Klein staat? Oh my god, oh. Daar is hij dan. Onze, wat is de Lambrusco? Onze Emily, oh my god. Onze Emilia. 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 Oh my god, het is gewoon de combinatie van Salvia en Emily. Oh my god. Hoe perfect is dit? Ah. Nou, dan gaan wij kijken en alvast tot drinken. Ja, dus heel veel plezier met het kijken naar de commercial en dus de officiële shirt release. Ah. Hey you. I love your face. Your hair. Your eyes. I love your curves, your muscles, no matter your size. I love your humor, your craziness, and your smile. I love your dreams, your future, and your lifestyle. I love your doubts, your insecurities, and your fears. I love your past, your pain, and your tears. I love your perseverance, your power, and your voice. I love your life, how you're the director. It's your choice. Please, don't you ever forget that I love you. Wat mooi. Je ziet ook dat je er heel veel werk en tijd in hebt gestoken. En nou, ik heb hem hier gewoon vast. Dus yes. Ik ga hem laten zien. In real life komt ie! Dit is hem dan hoor! Dit is hem dan! Onze yes. Eigen Emily Salvia met haar t-shirtlijn. Oh my god. Wie had dat ooit gedacht? Oh, ik ben er echt blij mee. Het ziet er echt goed uit. Het ziet er echt goed uit. Echt, ik had niet verwacht dat het er zo goed uit zou komen te zien. Ik met allemaal performances ooit. Nou, dan gaan wij er lekker op toasten. Ja.
En dan kunnen jullie hem gaan bestellen, wel doen, via www.salviaarts.nl. Maar je kan ons natuurlijk ook gewoon een bericht sturen via de Instagram van Salviaarts. Want we hebben nou een Instagram. Ja, ja, ja. Ook een paar dagen geleden geopend. Ja. Dus zeker volgen, @salviaarts. Ja. Naar elkaar toe. Ja. Dus volgen en kopen. Zeker kopen. Oh. Ik ben er nou wel fan van. Nou, weet je, dan mag je deze gewoon hebben. Oh, dankjewel, dankjewel. Nou, ga ik hem aantrekken? Ja, je hebt ik deze op. Ja, proost. Hey, delen. Proost. Bye. Bye. Nou, dat was me wat, hoor. Zo. Ja, trots op jou. Ik ga kapot trots op jou. Ja. Oh.